Grote Klaas en Kleine Klaas. Ik ben Grote Klaas, ik heb 4 paarden. Ik ben Kleine Klaas, ik heb 1 paard. Maar sterk dat hij is... Heerlijk weer en wat ploegt dan weer lekker voort, al mijn pern. Nou, heb ik je gesnapt, Kleine Klaas. Voort al mijn paarden. Oh, het was de Ruud vorige erg en aan het Grote Klaas, vergeef het me. Als ik het nou nog 1 keer hoor. Ja, Grote Klaas. Dan slaat je paard in met luchtkracht. Hartstikke dood. Maar de volgende zondag... Wat ploegt dat weer lekker voort, al mijn paarden? Nou, is het afgelopen. Oef, Grote Klaas, wat ga je doen? Wat wil je met die knuppel? Ik heb het je gezegd. Je had het kunnen weten. Nee, nee, niet doen, Klaas. Hier met je paard, Klaas. Oef. Daar gaat die 3. Je hebt mijn paard toegeslagen. Daar komt het van. Nou kan ik alleen nog maar de hart van mijn paard verkopen. Goed droog in de zon en dan maar naar de markt ermee. Je weet wat je er nog voor krijgt. Misschien kun je er wel een nieuw paard verkopen. Kleine Klaas vilde het paard, droogde de huid in de zon en ging er de volgende week mee naar de markt. Ik ben er nog lange na niet. Maar die paardenhuid in mijn knapzak, die weegt zo zwaar. Hier is een boerderij. Je is al laat. Ik ga maar eens vragen of je vannacht een beetje mag slapen. Maar misschien krijg ik nog wat te eten. Kleine Klaas zocht een zacht plekje boven in de hooiberg. Een poosje later stak de boerin in de mooie kamer de olielamp aan en deed de luiken voor de ramen dicht. Oei, ik kan nog net door de kier boven de luik naar binnen kijken. Wat een mooie kamer. En de tafel is gedekt. Dat ziet er lekker uit, hoor. Gebakken vis en witte wijn. Tjonge, een rollade en witte boon en een appeltaart. Oh, het water loopt mij door de mond. Maar wat is dat? Een late bezoeker. Zeker de boer. Nee, maar nee. Het is de koster. Wat ga je doen? Nee, maar. Kom binnen, kosteltje. De maaltijd staat klaar. Pas morgen komt mijn man thuis. Ja, die mag mij niet zo graag. Als ik je maar graag mag, kosteltje. Doe de deur maar dicht. We gaan eten. Feestmaaltijd. En wie komt daar nou weer? Oei, dat zal de boer zijn, zeker vroeger thuis gekomen. Wat doet die koster nou? Oef, hij springt in een lege dekenkist. En die boerin doet dat deksel erop. En al die heerlijke spijzen en die wijn die doet ze in dat braadoven. Even goed onthouden, Kleine Klaas. En nu naar beneden. Dag, boer. Hey, wie ben jij nou? Ik ben Kleine Klaas, ook boer, op weg naar de markt in de stad. Ook boer? Nou, als je hier wilt slapen, hoeft dat niet in de hooiberg, hoor. We zijn boeren onder elkaar, nietwaar? Zo is dat, boer. Kom maar mee. Mevrouw heeft vast wel wat lekkers klaarstaan. Dat geloof ik ook, boer. Eerst eten en dan naar bed. Dag, man. Je bent eerder thuis gekomen als ik dacht. Ja, dat toch wat zeer voorspoedig. Hey, wat eet de vrouw voor mij en voor deze boer? Een heerlijke schaal met gurt. Ah, dat lijkt me wel wat. Een rozijne. Dat zou smaken niet, Kleine Klaas. Dat denk ik ook wel, boer, maar ik weet nog wel veel lekkerder. Kleine Klaas trapte op zijn knapzak. De droge paardenhuid kraakte. Wat is dat? Oeh, dat is een kaboutertje. Die zit in een knapzak. Die kan toveren. Is dat het bijzondere van die knapzak? Precies.
even lusten wat je te vertellen hebt, mijn kaboutertje. Wat zegt hij? Hij zegt dat we geen gort hoeven te eten. Maar die gort is zo lekker. Heerlijk, maar in de bakkersoven heeft hij een appeltaart getoverd en gebakken vis en witte bonen en ook nog een rollade. Vrouw, ga eens kijken. Er staat niks in de oven, man. Kijken! Een vrouw hoort de man te gehoorzaam. Wat gaal. Het heerlijke eten kwam tevoorschijn. Er staan ook nog wat flessen met witte wijn, zegt mijn kaboutertje. Dat is als kereltje. Ja, zeg, wil jij mij die kabouter niet verkopen? Nee hoor. Ik heb erg veel nut van dat ventje. De boer en kleine Klaas lieten zich de heerlijke spijzen best smaken. Kan jouw kabouter nog meer toven? Ja, even lusteren. Kaboutertje aan. Wat zegt hij? Hij zegt dat hij de duvel in een kist kan toveren. De duvel? Ja, in die lege kist daar. Maar die duvel, die ziet er afschrikwekkend uit. Hij kan wel op de koster lijken. Nee, dat zou te erg zijn. Nou, kijk dan maar eens in die kist. Ik durf niet. Wat kan er nou gebeuren? Ja, wie doet? Ik open de kist. Ik pak het deksel. Ik zag hem. Je hebt de deksel weer dichtgegooid. Hij leek op de koster, de duvel. Het was vreselijk. Maar nou wil ik dat kaboutertje kopen. Nee hoor. Je krijgt een schepel geld. Puur zilvergeld. De volgende ochtend vertrok kleine Klaas. Zonder knapzak, maar met een schepel geld en de kist op zijn rug. Hier is een beek en die kist is me te zwaar. Ik gooi die kist maar in de beek. Nee, laat me eruit. Genade. De duvel, ga die even tekeer. Ik ben de duvel niet, ik ben de koster. Ben je dan wel zeker? Ik geef je een schepel geld als je me eruit laat. Een schepel geld, maar wel zilvergeld toch zeker? Natuurlijk, maar laat me eruit. Met twee schepels geld kwam kleine Klaas terug in zijn dorp. Hij leende een maatbeker bij grote Klaas om zijn rijkdom te meten. Ik zal wat teer op de bodem smeren, want ik moet weten wat hij wil meten. Eén geldstukje bleef kleven op het teer. Kleine Klaas, jij hebt geld. Zilvergeld, hoe kom jij daaraan? Nou, ik heb mijn paardenhuid toch verkocht. Je zei zelf, wie weet waar je er nog voor krijgt. Nou, dat was heel wat. Ik kan wel 10 paarden kopen als ik dat zou willen. Is een paardenhuid zoveel waard? Ik wil ook wat zilvergeld. Wat deed grote Klaas? Hij sloeg alle 4 zijn mooie paarden dood. Vilde ze, droogde de huiden en ging naar de markt in de stad. Paardenhuid te koop, mooie droge paardenhuid te koop. Voor leerlooiers en schoenmakers paardenleer te koop. Wat kost die huid? Een schepel zilver geld voor elke haar. Hij wil ons stillen. Ja, kom weg. De stad uit met die kerel. Maak dat je weg, kom fort. Grote Klaas moest rennen. Dat zal ik kleine Klaas betaald zetten. Maar kleine Klaas had veilig in zijn huis. Hij was nog steeds bezig al zijn zilvergeld te tellen. Daar had hij weken voor nodig. Want hij was een rijk man geworden.